de jeugdopleiding van ADO wordt er 4 keer in de week getraind. Niet iedere speler komt uit de buurt van Den Haag en daarom worden ze thuis opgehaald. Ruud is een van de chauffeurs die stad en land afreist om alle jongens op tijd op de training te krijgen. De eerste stop van de reis is in Velsenbroek om Wesley op te halen. Ja. We gaan nu naar Amsterdam. Het is wel spannend. Dat zeggen de meesten niet, maar ik wel. Leuk. Je zegt 020 toch eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, maar ik heb er niks mee. Als de beste speler van Amsterdam naar ons toe komt, doen ze het ook. Dus dan zal ze ook te juichen. Dus dat maakt helemaal niks uit, joh. Hoe lang ben je als chauffeur? 3,5 jaar of zo. Ik was altijd zelf met voetbal bezig, maar dat ging op een of andere manier niet meer. Ik dacht, nou, ik wil toch met voetbal bezig blijven. Nou, dan ben ik dit gaan doen. Dat bevalt me uitstekend. Vaak reacties? Ja, hier dus in de buurt. Ja, meestal wel leuke reacties. Dus ik heb nog nooit negatieve reacties gehad. Nog nooit. En dan zou je toch denken, ja, in Den Haag is het andersom. Maar hier valt het 100% mee. Ja, ik kom wel hooligans tegen natuurlijk. Dan heb ik er ook maling om. Maar, daar komt hij hoor. Ja, is Ruud een leuk chauffeur? Ja, top chauffeur. Niet slijmen, hij is altijd gezellig en op de terugweg dan luisteren we meestal Nederlandse muziek. En dan gaat hij altijd heel hard meezingen, dus ja, dat is wel lachen. Ja, is toch wel leuk om te horen, toch Ruud? Zeker, zeker. Daar doe je het uiteindelijk voor? Daar doe je het voor, ja. Zonder kan. Ja, weet je, vroeger zei ik, kan niet zonder voetbal. Maar toen ben ik ziek geworden en dat is ook gelukt. Dus zeg nooit dat je niet zonder kan. Dat kan altijd. Maar ik wil het niet missen. Dat is wat anders. Zo, dat was het weer. Nou, een terug ritje. Ja. Gaat iets sneller. Gaan we dan lekker verder eten. In de kantine van de jeugdopleiding krijgen alle chauffeurs een lekker bordje eten, zodat ze na de training weer vol energie aan de terugreis kunnen beginnen. Als je nou dit werk in één woord moet beschrijven, wat zou je dan zeggen? Ja, het is hard bikkelen voor niks. Hard bikkelen voor weinig. Nee, het is heel leuk. En wat ik al zei, het is heel gezellig. Ja. Leuke jongens allemaal in de bus. Ik denk dat iedereen dat kan beamen. Nou, eet smakelijk zo dan. Dankjewel.